Nee, ja, over WK. Over Gino's is het goed. Is goed. Begin maar over WK, joh. Ja. Ja. En wat vonden jullie van de WK in Qatar? Nou, ik vond het een beetje slavernij. Gesproken! Ja, Argentinië moet dood. Wie stemt in? Doe mezelf. Jongens, de cameraman stemt ook. Ja, 18 moet je dood, maar dat is wel gewoon een super land. Embra, kom maar op met de vragen. Ja, is goed. Kom maar, Embra. En welk land vonden jullie de beste? Frankrijk. Ik vind Frankrijk wel het beste, maar Frankrijk ik ben wel meer fan van Marokko, omdat ze goed hun best hebben gedaan aan het ver zijn. Ja, ja. Ik ben niet fan van Marokko. Mijn broer is Marokko, ja. 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 Waarom niet? Ja. Vertel nu. Ik ben niet fan van Marokko. Ja. Kan je vertellen, kan je dat argumenteren? Ik vind het gewoon niet leuk. Nee, Emra, wat vind jij ervan? Waar ben jij voor dan, Emra? Waar ben jij voor dan? Ja, ook wel Nederland en Marokko. Waar kom je zelf vandaan? Ja, Nederland en Marokko. Ik ben Nederland natuurlijk. Ah, maar Turkije heeft helaas niet meegaan. Nee, jammer. Klopt. Door Nederland, ze hebben het tegen Nederland verloren, hè? Ja. Dat is kwalificatie. Ja, 18-0. Ja. 18-0. En ik was bij de feest in woensdag bij Marokko in Arnhem. Dat is wel leuk, ja. Geniaal. Wordt gezegd, wordt gezegd. Wat vond je van de rellen dan, Abi? Wat vond je van de rellen van Marokko? Nee, dat niet. Je stond ertussen, hè, Abi? Je stond ertussen, hè? Nee, ja. Ja, en ja! Wie vinden jullie de beste speler? Amrabat. Amrabat vind ik wel heel goed, overigens. Man of the match. Maar ik vind Giroud ook wel heel goed. Wat doe jij? Giroud. Wat doe jij? Giroud vind ik wel heel goed. Oh, ja. Giroud. Nee, goed spelen. Ik moet zeggen, Giroud vind ik heel goed. En Mbappé is natuurlijk ook gewoon een monster. Dikke dan. Ja, wat zo'n vuurwerk. Ja, hij was weg ons natuurlijk. Wout. Ja. Legend. Wout the Goat. Wout the Goat. Wat vonden jullie van Cody? Ja. Ja, die ook wel goed. Ook wel goed. Ja, echt wel. Echt, hij heeft tegen Argentinië laten zien. Argentinië was het. Echt afmaken. Dit was mooi. Oh. Nou, dit was de vlog. Ja, bedankt. Dit was Argentinië kutland. Hey, ja. Okay. Hey, touw gebruik. Oh, ja. Bedankt voor het kijken, voor het filmen en jullie zo. Een SO doen. Aan wie jullie willen en wat. Comment hier beneden! SO, allemaal SO doen. Okay. SO naar Dico Bosman. Ja. SO naar Luna Bosman. Hey. SO naar Luna Bosman. Ik ben Luc. Ja, en ik ben Simon. Leuk. Ja. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Met jou? Ja, gaat het goed. Ja, dankjewel. Ja, en wat vind je? Ja, wacht even, dit is gewoon toptennis. Kom je altijd na het oude zaterdagavond. Elke zaterdagavond ben je vaste klant. Ik heb Dunnerburg en hier heel grote kap, hè, grote kap. Volgens mij 6,50 maar, hè. 6,50 maar. Als je krijgt dan, toch een en die zit vol. Die zit echt heel vol. Lekker zelf, lekker zelf. Ga je ook eens naar Gino's? Lekker, ja. Ja, ik ga ook. En wat bestel jij met Gino's dan? Ja, pizza. En maar Gino's is wel lekker kappa, als je kappa. Een biertje op hebt, hè? Ja, als je een biertje op hebt. Als je iets van nee, wij drinken niet. Nee, wij zijn minderjarig. Nee, wij drinken niet. Ik heb Dunnerburg. Dat is wel. Dat is wel nog een frietje met. Wat voor tijd? 10. Nee, misschien wel 1000. 8 van 1000. 8 van de 10. 8,5. Nee, nee, nee. Maar als Luc mee is, dan zou hij minder. Laten we wel gewoon even reëel blijven, dus dan gewoon een 10. 10 van 10. Ja, en jij? Wat vind jij van die optie? Ja, ook. Ik durf wat te zeggen. Best stemmen van die. Ja. Samen met Hoekje daar. Moet jij filmen daarheen? Met Hoekje. Hoekje. Ja. Ook goede tent. Hey, en die wil je doen? Ik heb hem. Ik weet niet een shot. Oké, verder. Ik ga even op de interview, hoor. Meneer, wilt u ook op de interview? Ja, we zijn bij de interview. Hey!